Wij hebben vandaag 60 individuen herbegraven die hier in 2017 aan de noordkant van de kerk tijdens de aanleg van de Jansbeek zijn opgegraven. Wij vinden het een heel mooi en passend gebaar dat de mensen wiens grafrust eigenlijk toch een beetje verstoord wordt door de aanleg van die beek, dat die uiteindelijk ook weer een nieuwe rustplaats krijgen. En niet zomaar een rustplaats, want ze komen eigenlijk van het wat armere gedeelte van het kerkhof. En ze gaan naar een hele prominente plek, gewoon vooraan, bij de kerk, bij de toren. Dus hoe mooi wil je het hebben? Ja, ik vind het inderdaad een bijzondere dag. In de eerste plaats omdat archeologen nu iets terug in de grond brengen wat ze er normaliter uithalen. Dat doen wij niet, dat is een beetje tegennatuurlijk. Maar aan de andere kant, als je met menselijke resten bezig bent, dan voelt het ook wel heel erg alsof je in een privésfeer van iemand terechtkomt. En die heeft daar natuurlijk niet om gevraagd eeuwen terug. En dan is het ook mooi om dit gebaar te maken. En als je dan daadwerkelijk in zo'n grafkuil staat en je hoort de bijaardier, hoor je spelen. En je denkt aan bijvoorbeeld een kind dat hier zijn laatste rustplaats heeft gekregen en waar mensen heel veel verdriet om hebben gehad. Ja, dat je zo'n individu weer terug kan brengen, dat geeft mij ook heel veel voldoening.